Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Marion Grote. Ik ben binnen SRA Educatie verantwoordelijk voor onze in-company opleidingen en trainingen. En ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van MyPE afgelopen. Nou, wat is het? Ongeveer de hele coronaperiode, denk ik, dat we hier mee bezig zijn. Ja. Hè? Ja. Want Jeroen en ik hadden elkaar nog nooit live gezien, maar wel al samengewerkt aan de ontwikkeling van MyPE. Inmiddels hebben we elkaar wel live gezien, maar zitten we nu weer gezellig thuis allemaal. Jeroen, misschien wil jij jezelf even introduceren. Ja, Jeroen Kluikmans. Ik werk bij Full Finance. Ik hou me daar met name bezig met opleiden van accountants in wording, zal ik maar even zeggen. En dat is een activiteit waarbij ik me al bijna 20 jaar van mijn leven nu mee bezig ben. Met name onze AA-opleiding, praktijkopleiding. En daarnaast sinds inderdaad een jaar of twee ook met PE. Oké, dankjewel. Nou, zoals al even gezegd net, we zitten met een vrij klein clubje vandaag. Hè. Een vijftal kantoren zou deelnemen. Ik weet niet of inmiddels iedereen is aangehaakt. Maar zet dus gerust je microfoon open op het moment dat je een vraag hebt. Dan breek gerust in. Mag ook via de chat, geen enkel probleem. Ik denk dat we halverwege nog even 5 minuutjes pauze inlassen om even een kopje koffie te pakken. Dat is wel prettig. En vragen tussendoor, geen enkel probleem. Maakt het alleen maar leuk. Onze agenda voor vandaag die staat nu op jullie scherm. Dus na dit welkom en introductie heel even het kader schetsen waarbinnen wij MyPE hebben ontwikkeld. En daarna vertelt Jeroen jullie het een en ander over hoe MyPE gebruikt wordt door de individuele accountant. Maar ook hoe voor de kantoren gebruikt kan worden met behulp van MyPE Basis en Plus. We laten het zien hoe het werkt. We vertellen nog wat over het gebruik van MyPE in combinatie met andere pakketten binnen jullie kantoor. Welke mogelijkheden er zijn voor aanschaf. En nog de laatste vragen. Jeroen, wil jij de volgende sheet doen? Nou, daar zijn we volop mee bezig. We schetsten het net al eventjes. Hè? Jeroen van Full Finance en ik van SRA in ieder geval. Wij vertegenwoordigen hier ook de derde partner in crime. Dat is de Interaction Groep. Met deze drie partijen hebben wij MyPE ontwikkeld. Dus deze logo's en namen zult u tegenkomen vaak in combinatie met MyPE. Nou, de brancheontwikkelingen hebben we het even genoemd. Het is eigenlijk een beetje het kader waarbinnen wij opereren op dit moment. En waarbinnen we MyPE ook hebben ontwikkeld. We werken nu in onze branche van het MKB. Nu dit jaar met het PE-portfolio. We hebben te maken met nieuwe vormen van toezicht. Op proces en op product. Daar ga ik jullie zo wat meer over vertellen. Over strategisch opleiden en over de plan, do en check, act cyclus op verschillende niveaus. Dit is heel even kort, zeg maar, het kader wat ik schets. We hebben diverse bijeenkomsten gehad ook over het toezicht en over evalueren en reflecteren in uw PE-portfolio. Mocht u daar meer over willen weten, hè, naar mijn snelle verhaal zo meteen, dan zijn daar ook verschillende opnames van gemaakt die op de site te vinden zijn. Dus zou u die willen terugkijken, kijk op onze site of stuur mij even een berichtje. Dan kan ik zorgen dat de opname jullie kant opkomt. Want dit is echt even in vogelvlucht. Wat betreft het PE-portfolio, ik denk dat dit een bekend verhaal is inmiddels. Hè. Hier werken we het afgelopen jaar al mee. In het eerste kwartaal van het jaar is het de bedoeling dat u in uw plan van aanpak uw werkzaamheden gaat omschrijven, uw leerdoelen gaat formuleren en uw leeractiviteiten gaat kiezen. En daarna in de loop van het jaar, hier staat Q4 boven, maar dat kan natuurlijk gerust ook al in april of in mei plaatsvinden. Omschrijft u uw ondernomen leeractiviteiten en moet u uiteindelijk, en dat doet u uiterlijk op 31 januari van het opvolgende jaar, uw reflectie schrijven. Nou, MyPE ondersteunt u daarin.
Er zijn binnen de nieuwe NVPE is er eigenlijk ook een nieuw toezicht. En dat toezicht dat valt eigenlijk uiteen in twee niveaus. En dat is eigenlijk niveau 1, het kantoorniveau. En niveau 2 is het op het niveau van de individuele accountant. Bij niveau 1 wordt er eigenlijk in het procestoezicht gesteund op de kwaliteitsbeheersing vanuit uw kantoor. En u moet dan denken aan hoe goed heeft u alle processen rondom permanente educatie geregeld binnen uw kantoor? Zijn er richtlijnen? Hoe worden mensen geïnformeerd? Heeft u het allemaal goed opgeschreven in uw kwaliteitshandboek? En SRA heeft daarvoor de praktijkhandreiking NVPE geschreven, waarin dit allemaal wordt toegelicht, hoe u dit voor uw kantoor het beste kunt doen. En SRA heeft geregeld met de MBA in een toezichtarrangement dat onze SRA review hierop toezicht komt houden bij uw kantoor. Dus op hoe u de processen rondom PE heeft geregeld in uw kantoor. Nou, de review gaat daarbij kijken eigenlijk naar risicoclassificaties. Dus u wordt als kantoor ingedeeld in naar verwachting 3 categorieën. Verbeteringen mogelijk, maar goed, matig geregeld en goed geregeld, zeg ik nu maar eventjes heel grofweg. En op basis daarvan worden, als u niet zo goed scoort, ook verbetertermijnen met u afgesproken. En het is echt de bedoeling om dat heel coachend, hè, zoals u ook gewend bent van de SRA-review, heel coachend te doen. Nou, op niveau 2 hebben we het over het producttoezicht. Dan hebben we het dus over de individuele portfolio's van de accountant. En die worden bekeken op basis van eigenlijk een beoordelingsformulier met beoordelingsstandaarden daarin. Dat is een formulier wat door de MBA is opgesteld met, ik geloof, 17 of 19 beoordelingscriteria erin. En iedere accountant of ieder portfolio wordt langs diezelfde standaard gelegd om te kijken of, daar, of het voldoet, ja of nee. Dat is best een flink pakket aan standaarden, aan klassificaties die daarin in zitten. Dus daaruit blijkt eigenlijk wel dat er serieus geëvalueerd en gereflecteerd moet worden. Ik kan u daar zeker nog een keer wat meer over vertellen, alleen dat voert nu een beetje ver. En ook die opnames waar ik het straks over had, die zijn ook terug te kijken, mocht u de sessie nog niet gevolgd hebben. Er zit een verband tussen dit proces en het producttoezicht, want heeft u het als kantoor nou heel goed geregeld, hè, alles rondom PE binnen uw kantoor, dan worden er eigenlijk, wordt er vanuit gegaan dat de PE-portfolio's van de accountants er wel goed uitzien. Hè, dat er voorwaarden gecreëerd zijn dat de accountants een goed portfolio kunnen maken. Dus dan worden er minder portfolio's gelicht om te bekijken. Even zien dat ik niet iets vergeet. Nee. De praktijkhandreiking NVPE, ik noemde net al even, voor onze SRA-leden te vinden op de site. Hè. Binnen de NVPE zijn de regels natuurlijk rondom die 40 uur losgelaten, vertel ik niets nieuws. Dus dat lijkt op meer vrijheid, maar dat is eigenlijk niet meer vrijblijvendheid. En dat kunt u allemaal lezen in onze praktijkhandreiking. Daar zitten 3 belangrijke punten in, namelijk dat we op verschillende niveaus kunnen kijken naar de kwaliteitsambities en naar opleiden en ontwikkelen, namelijk op het niveau van kantoor, op het niveau van discipline, en dus bijvoorbeeld controle en samenstel, en op het niveau van medewerker. Het proportionaliteitsbeginsel is hierin heel belangrijk, hè, een heel groot kantoor. Die zal bijvoorbeeld meer invulling geven aan, aan dat disciplineniveau op samenstel en controle dan een heel klein kantoor met maar 3 AA's en RA's. De praktijkhandreiking schetst ook de top-down benadering van opleiden, eigenlijk het strategisch opleiden. Laat ik zo nog heel even kort iets van zien. En de plan-do-check-act-cyclus. Dus dat u eigenlijk op verschillende niveaus steeds moet checken, hè, u heeft iets gepland, u gaat checken, werkt dit ook?
En op basis daarvan past u uw maatregelen eigenlijk aan. De volgende sheet doen, Jeroen. Ja, dit is die top-down benadering van opleiden. En dat houdt eigenlijk in dat u vanuit de missie, visie en strategie van uw kantoor eigenlijk steeds verder naar beneden, alles verder naar beneden sijpelt, naar disciplineniveau en ook naar medewerkerniveau. Aan de linkerkant van dit schema ziet u dan dat het de strategie of de thema's die voor uw kantoor van belang zijn, hun uitwerking hebben op het disciplineniveau. Dus op verschillende opleidingsbehoeften, bijvoorbeeld voor de samenstelpraktijk of opleidingsbehoeften voor de controlepraktijk. En dat mondt weer uit in verschillende cursussen voor de medewerker. Aan de rechterkant ziet u dan meer de loop van wat is er nodig bijvoorbeeld voor de uitoefening van het vak. Zijn er verplichte cursussen bijvoorbeeld voor de controlepraktijk? Volgend jaar komt er weer een kennistoets aan voor de controlepraktijk, hebben we begrepen. Maar u kunt ook bijvoorbeeld op basis van de review of op basis van een OKB tot de conclusie komen van hey, bij ons zit er eigenlijk nog een gap in de beschikbare kennis en de kennis die we graag zouden willen hebben binnen onze controlepraktijk. En dat heeft als gevolg voor onze medewerkers dat die op het vlak van, ik noem maar wat, externe verslaggeving zich moeten bijscholen. En dan in het midden onderaan ziet u nog de individuele wensen van de medewerker. Die natuurlijk voor zijn eigen loopbaan of vanuit zijn eigen pop, wat hij besproken heeft met zijn leidinggevende, ook wensen heeft voor zijn ontwikkeling. En eigenlijk komt dit dan allemaal samen in MyPE. En, een vraag over stellen? Ja, tuurlijk. Is dit een keuze of is dit iets wat vanuit de PE-regeling is opgelegd, deze top-down benadering? Nou, het is eigenlijk zo, Bert, dat vanuit de NVPE, daar is heel erg. Daar staat eigenlijk al een regelgeving voor de individuele accountant in. Hè? En wat hij allemaal moet doen om zijn PE-portfolio te vullen. Aan de kant van het kantoor en het kantoor wat zijn medewerkers, wat een goede kwaliteit wil bieden en wat wil zorgen dat zijn medewerkers goed geïnformeerd zijn en goed opgeleid zijn en ook een goede kwaliteit willen bieden, daar komt dit eigenlijk om de hoek kijken. En zal er dus ook vanuit de review gekeken worden naar hoe heb je als kantoor al je processen ingericht rond de PE, zodat je medewerkers goed hun werk kunnen doen en goed hun opleidingen en ontwikkeling kunnen in hun ontwikkeling kunnen voorzien. Maar er is dus op grond van de regeling, wordt dit niet opgelegd, dit is een veronderstelling, maar het zou ook een andere invulling kunnen krijgen. Dus als je als kantoor daar een andere visie op hebt, wat zeg maar de randvoorwaarde voor goede professionals is, dan zou dat ook andere invulling kunnen krijgen. Nou, het is eigenlijk zo dat je, en dat kun je helemaal precies teruglezen in de praktijkhandreiking ook. En mochten er straks nog vragen over zijn, dan kan ik je ook even laten bellen hoor, door bijvoorbeeld Gerard van Vuren van Vaktechniek. Maar het is eigenlijk zo dat ook vanuit de regelgeving voor het kantoor, en dan begeef ik me een beetje op glad ijs, want ik ben geen accountant, maar vanuit de regelgeving voor het kantoor, dat je ook moet zorgen, zeg maar, dat je kwaliteit op orde is. En dat wij ook denken dat je met deze top-down benadering en de beschrijving, zoals die in de praktijkhandreiking ook staat, dat je daarmee een goed stuk kunt ontwikkelen, wat je kunt laten zien in de review. En waarmee je dus eigenlijk kunt aantonen dat alles rondom permanente educatie voor jouw kantoor goed geregeld. Dat je dat op een iets andere manier doet. Iedereen geeft hier zijn eigen invulling aan. Dus iedereen geeft een eigen invulling aan hoe schrijf je het op eigenlijk. Ik denk ook dat heel veel kantoren dit eigenlijk wel doen, dit wat hier staat, maar dat het niet vastgelegd is. En dat laatste, dat is wel iets wat vanuit de nieuwe regelgeving eigenlijk wel van belang wordt. Dat als straks de reviewer langskomt bij jullie, dat je kunt laten zien van nou, dit hebben wij ingeregeld als kantoor.
En zo zorgen wij ervoor dat onze kwaliteit op peil blijft. Geeft dat even voldoende antwoord voor nu, Bert? Niet om naar de mond te praten, maar ik vertaal het toch even zo dat het vooral een keuze is en niet per se verplicht is, maar dat ook andere invulling hier mogelijk is. Hè? Dus het uitgangspunt dat de missie-visie van de organisatie bepalend is, hè? Dat lijkt me vooral een keuze. Maar er zijn andere keuzes denkbaar. Hè? Je kan ook de medewerker veel meer centraal stellen en de kwaliteit van de individuele professional vanuit daar gaan redeneren over hoe je een PE-programma moet opzetten. Dat lijkt me vooral een keuze, maar... Ja, wij denken eigenlijk, en dat hebben wij ook wel heel veel teruggezien bij de kantoren die ik in ieder geval gesproken heb, is dat er toch ook een waar het accent precies ligt, dat is denk ik een keuze inderdaad, Bert. Laat jij eerst bijvoorbeeld alle mensen hun pop invullen en zorg je ervoor dat je dat van onderuit naar boven doorstroomt, hè, zodat je meer bottom-up eigenlijk gaat kijken. Maar dat we bij heel veel kantoren toch ook wel zien van hoe krijgen wij de zaken die wij van belang vinden als kantoor. Hè, en dat is bij jullie ook. Hè, jullie hebben ook ieder jaar een opleidingsplan waarvan je zegt van goh, wij vinden dat heel prettig dat... Ik heb dat met Edzo en met sorry. Regelmatig gehoord van wij bieden dit allemaal aan medewerkers. Ja. En wij vinden het toch heel prettig dat een heel groot deel van de mensen dat ook gaat volgen. Want wij vinden dit heel belangrijk voor onze mensen. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja? En dus vanuit het kantoor vind je het ook belangrijk dat bepaalde zaken wel opgepakt worden. Hè? Als jullie bij vaktechniek of bij compliance constateren van... hé, bij ons hebben we toch echt wel een probleem op het vlak van externe vlaggeving. Dan zou je toch echt wel willen gaan zeggen van... hé, dit willen wij als een thema in 2022 op de agenda zetten. En wij vinden dat iedereen dat moet volgen. He, dus zo moet je het een beetje zien. Oké. Okay. Nou, en dan eigenlijk ook hier het bruggetje richting MyPA. Dit is de Plan, Do, Check, Act. Dat zul je ook terugzien in de praktijkhandreiking. Dat daar veel gekeken wordt van oké, we hebben een plan gemaakt. We gaan dat doen met z'n allen. We gaan checken of ik hiermee aan mijn doelen voldoe. En op basis daarvan stel ik het bij. En eigenlijk is dat ook wat de accountant doet in zijn portfolio. Die maakt een plan. Die gaat zijn leerdoelen opstellen, die gaat de uitvoering doen en uiteindelijk gaat hij door middel van zijn reflectie en zijn evaluatie checken of dat allemaal goed is gegaan en op basis daarvan zijn plan voor volgend jaar weer maken. En binnen MyPA hebben we daar eigenlijk alle mogelijkheden voor om dat op individueel niveau te doen, maar ook om als kantoor daar invulling aan te geven, namelijk om te zien... hoe ver iedereen bijvoorbeeld is met de uitvoering van zijn plannen. En dan kun je daar als kantoor weer je acties op ondernemen. En dat is denk ik een mooi bruggetje naar het verhaal van Jeroen, die nu zich gaat toespitsen op MyPA. En dan hou ik even mijn mond. Je mag rustig wat toevoegen, Marjolo. Dankjewel. We zitten hier primair bij elkaar voor MyPA voor kantoren in eerste instantie. Maar ik denk dat het ook goed is om even bij de individuele accountant te beginnen. En daarna te kijken van hoe kun je de tool dan gebruiken ook vanuit het kantoor om die individuele accountant te ondersteunen. Ik zal dat eerst even doen wat algemeen aan de hand van een aantal sheets. En dan wil ik, en ik denk inderdaad dat we dat dan even na die 5 minuten pauze die Marjan ook even noemde gaan doen. Om even een aantal zaken live in het systeem te laten zien. Dit zal bekend zijn, het stappenplan van een accountant, de 5 stappen uit de NVPE. Werkzaamheden kiezen, leerplan samenstellen, leeractiviteiten selecteren, afronden en evalueren aan het einde. Wat doe je in MyPA? We hebben een hele hoop zaken proberen te faciliteren vanuit een stuk standaard content. En bij standaard content moet je denken van we hebben 3 profielen eigenlijk ontworpen. Een assurance profiel, een MKB profiel en een gemengd profiel. Binnen dat profiel hebben we werkzaamheden gedefinieerd.
waar je van kunt aangeven, die doe ik wel of die doe ik niet. En bij die werkzaamheden horen we leerdoelen. En dan zeg ik steeds we, en wie zijn we? We is een aantal mensen waaronder, waarbij ook vaktechniek bijvoorbeeld van SRA betrokken is geweest, om te komen tot een goede indeling. En die indeling in hoofdlijnen, die volgt de koers. Dus de werkzaamheden, dat is jaarrekeningcontrole, dat is beoordelen, dat is bijzondere onderzoeken, dat is overigensoerend, dat is samenstellen, fiscaal werkzaamheden, advies bij financiering, kantoormanagement. Nou, ik vergeet er een aantal nu, persoonlijke ontwikkeling niet te vergeten. Hè, maar dat zijn werkzaamheden en wat je in feite doet, is dat je in het systeem aangeeft welke werkzaamheden verricht jij. Dat is een eerste selectie die je als individuele accountant maakt. Benader je het echt vanuit de individuele accountant, dan werk je vanuit de stand, die puur vanuit die standaard content die we dus voorgedefinieerd hebben. Als kantoor kun je die standaard content eigenlijk op iedere manier die je wil, kun je die aanpassen. Dat zal ik straks laten zien. Maar dus in die stap 1, werkzaamheden omschrijven, waar we voor gekozen hebben, is om primair ervan uit te gaan. Wij hebben een grote blokkendoos en werkzaamheden, die blijkt ook aardig volledig te zijn. We lopen er eigenlijk, zijn we er het afgelopen jaar niet tegen aangelopen dat dingen ontbraken. In die lijst bleek zelfs gewoon te zijn dat ook accountants in business, daar eigenlijk waar die niet voor ontworpen was, daar prima mee uit de voeten kunnen. Maar dat is voorgedefinieerd en gestandardiseerd ook. En dat is denk ik ook wel een van de grote voordelen van MyPE voor je kantoor. Eigenlijk moet je het zien als het is een heel groot grootboekschema met verdichtingen, hoofdverdichtingen. En omdat het gestandardiseerd is, kun je ook als kantoor, als je dingen wil gaan analyseren, ja, voor de accountants hier zal dat helder zijn. Als we een grootboeksysteem hebben wat uniform is voor alle accountants, dan kunnen we dat mooi naast elkaar leggen en kunnen we heel handig en heel efficiënt dingen vergelijken. Als je als accountant je werkzaamheden hebt gedefinieerd, eigenlijk op twee niveaus, werkzaamheden en resultaten noemen we dat, ook in lijn ook met de NVPE, ga je je leerplan samenstellen. En bij dat samenstellen van het leerplan zie je bijvoorbeeld welke leerdoelen verplicht zijn. Dat kan een verplicht leerdoel zijn door de MBA. Dat kan ook een verplicht leerdoel zijn wat een kantoor verplicht heeft gesteld. Hè. Dus je kunt als kantoor zelf aangeven, dit of dit zijn leerdoelen, die moet iedereen opnemen in zijn PE-plan. Je kunt leerdoelen toevoegen uit de lijst van suggesties voor leerdoelen. Je kunt uiteraard ook eigen leerdoelen formuleren. Hè. Dus dat is gewoon tekst. Toevoegen uit suggesties is weer gewoon selecteren op basis van je werkzaamheden. Je kunt feedback vragen en geven en je kunt aan de leidinggevende vragen om het te accorderen. Dat stel je eigenlijk, dat laatste stel je als kantoor in. Wil je dat, dat ieder leerplan naar een leidinggevende gaat die het moet accorderen? Of dat kan ook een compliance officer zijn die het moet accorderen. Daar komen we verschillende varianten in tegen. En maar dan kun je eigenlijk als kantoor gewoon instellen. Het leerplan moet naar die of die toe. Of kan ook. Hè, het hoeft niet. Niemand hoeft het te accorderen. Het is uiteindelijk gewoon de verantwoordelijkheid voor de individuele accountant. De volgende stap is het selecteren van leeractiviteiten. Welke type leeractiviteit is daar het eerste? En daar de feedback op krijgen. Dus bijvoorbeeld, ga ik een cursus doen? Ga ik zelfstudie doen? Ga ik het via coaching on the job leren? Ga ik een combinatie van leeractiviteiten ondernemen? De volgende stap, feiten de stap 4 uit de NVPE, is de activiteiten, feiten nadat je ze uit hebt gevoerd, hè, weer beschrijven, aangeven dat je zo'n activiteit voltooid hebt, certificaten uploaden of ander bewijsmateriaal uploaden. En natuurlijk zeker als je een activiteit hebt gedaan, als bijvoorbeeld coaching on the job of iets dergelijks, dan ook een wat uitgebreidere beschrijving daaraan geven. En tot slot, evalueren met behulp in principe van de STAR-methode. Die is in het systeem niet keihard voorgeschreven. MBA adviseert de STAR-methode. Maar het is meer een dringend advies dan dat het echt keihard is voorgeschreven. Wij denken ook dat je soms met die STAR-methode misschien wat onhandig uitkomt. Bijvoorbeeld op een moment dat je een leerdoel echt niet hebt kunnen realiseren in de praktijk. In dat geval kun je ook ervoor kiezen om op een andere manier
die evaluatie te schrijven. Dus het is niet een verplichting dat je de 5 blokjes van de STAR moet invullen. En aan het einde van het jaar sluit je het jaar af en start je een nieuw jaar op. En eigenlijk is dat een soort boekhoudkundig gezien het maken van de jaarovergang. Behaalde leerdoelen worden weggeschreven als behaald. Niet behaalde leerdoelen worden meegenomen in het plan voor volgend jaar. Dan kun je ze alsnog zeggen, ik wil het niet meer doen. Ja, maar een leerdoel dat je niet behaald hebt, wordt standaard meegenomen als een leerdoel voor het komende jaar. Als je werkzaamheden veranderd zijn, bijvoorbeeld, moet je dat natuurlijk aangeven. Maar verder kun je dan met een aantal keren klikken, eigenlijk vrij snel, zeker als er niet veel veranderd is, je nieuwe leerplan samenstellen. Ik zal er straks even wat dingen van laten zien. Voor die individuele accountant, je krijgt suggesties voor leerdoelen. Belangrijke ontwikkelingen in wet en regelgeving komen dan automatisch als suggestie naar voren. We zijn nu bezig met de laatste hand te leggen voor de content voor het komend jaar. Ik kreeg gisteravond nog een uitgebreid overzicht van een aantal punten vanuit vaktechniek, ook van SRA, van dit zijn relevante nieuwe ontwikkelingen die we moeten opnemen, hè, zodat je ook als je werkzaamheden niet veranderen, dat je wel ieder jaar suggesties voor leerdoelen krijgt. Op basis van ontwikkelingen in de vaktechniek, zeg maar. Verplichte PE wordt automatisch opgenomen. Ik moet daar één ding over zeggen. Dat sluit misschien ook een beetje aan bij jouw vraag. Uiteindelijk is de individuele accountant eindverantwoordelijk. Dus een verplichte permanente educatie, of het nou NBA is, of dat het nou van een kantoor is, die is standaard aangevinkt. Maar uiteindelijk kan een individuele accountant altijd iets uitzetten. De individuele accountant blijft helemaal aan het einde van de rit wel zelf verantwoordelijk. Maar ja, je moet wel. Het is wel een hele bewuste keuze als je verplichte PE uit je leerplan wil krijgen. Je kunt het niet vergeten. Je kunt het wel heel bewust uitzetten. Suggesties voor leeractiviteiten. Bijvoorbeeld de cursussen van SRA, die passen bij jouw leerdoelen. En dat laatste, dat kun je via de site inplannen en alles wordt online bewaard. Bewijsmateriaal, reflectie, et cetera. En feedback en goedkeuring, dat had ik al genoemd. Voor kantoren, wat betekent dat nou voor kantoren? Er waren een aantal vragen toen we MyPE gingen ontwikkelen van waar we voor stonden. Van het grip houden op de individuele vakbekwaamheid van je medewerkers, hoe kun je dat doen? En dat was natuurlijk in het verleden heel makkelijk. We hadden een lijstje, veelal in Excel. Daar stonden de namen op, daar stonden kolommetjes met punten in. En als het optelde tot 40, dan was het oké. Dat is iets gechargeerd, maar dat is natuurlijk wel het systeemtje wat we vroeger, dus tot vorig jaar eigenlijk, tot en met vorig jaar, op het kantoor hadden. En dat grip houden, los van of je het nou meer top-down of bottom-up doet, dat grip houden op de ontwikkeling van de vakbekwaamheid van medewerkers, dat zul je als kantoor altijd willen, schuine streep ook moeten. Een tweede punt was, als je nou wel wat meer top-down werkt, van leerdoelen toewijzen aan medewerkers. Leerdoelen misschien voor iedereen, vanuit die strategische visie. Leerdoelen meer op het disciplineniveau in het schema, wat Marion net liet zien, hè, van iedereen die bezig is met, die aan de slag gaat met NOE-verklaringen, hij is flauw, maar et cetera, hij zal duidelijk zijn. En het monitoren van of iemand wel voortgang boekt. Dus hoe zit het eigenlijk met, hebben mensen ook al leerdoelen afgerond? Hebben mensen ook hun PE-portfolio bijgehouden? Hoe kun je dat monitoren? Of mensen dus voortgang boeken in een PE-portfolio? Want ook dat is een ander verhaal natuurlijk dan dat je vroeger alleen maar die punten hoefde te tellen. We hebben twee kantoorabonnementen, het basis- en het plusabonnement. En wat ik nu ga laten zien is eerst even wat zit er in hoofdlijnen in basis. En vervolgens wat komt erbij als je in het plusabonnement zit. Basisabonnement is primair bedoeld voor kleinere organisaties die zelf eigenlijk zeggen van nou, wij hoeven geen eigen content toe te voegen. We hebben die content die vanuit onder meer vaktechniek van SRA is aangereikt. Die pakken we en daar gaan we niks aan veranderen. Daar gaan we niks aan toevoegen, et cetera. Wil je dat wel? Wil je wel echt je eigen sausen, zeg maar, als kantoor eroverheen gieten? Of zelfs helemaal je eigen content ontwikkelen? Maar dat hebben we eigenlijk maar met één hele grote organisatie meegemaakt, dat die content eigenlijk helemaal zelf ontwikkeld wordt. De meeste kantoren kiezen toch voor een combinatie dan van
eigen content en de standaard content. Maar eerst even van op het basisniveau. Het basisniveau is eigenlijk van je wil als kantoor compliant zijn. Het zijn eigenlijk drie elementen die erin zitten. Inrichten, goedkeuren en voortgang bewaken en rapporteren. Bij het inrichten, heel simpel. Wie is leidinggevende of eigenlijk wie moet de leerplannen controleren? Dat hoeft niet de functioneel leidinggevende te zijn. Dat kan ook een compliance officer zijn. En ook bepalen wie kan nou zien hoe ver men voortgang boekt. Organiseren en goedkeuren. Een leerplan goedkeuren. Een portfolio goedkeuren. Wie gaat dat doen? Waar moet het bij terechtkomen? Dus inrichten van wie gaat die portfolio's en die leerplannen nou bekijken. En tot slot voortgang bewaken en rapporteren aan de hand van een aantal dashboards, een cockpit, die grip houden op de voortgang van de individuele gebruikers. Dat zijn eigenlijk de drie kernelementen die in het compliance deel, in het basispakket van MyPE zitten. Dus het monitoren, stappen in het proces lekker accorderen, feedbackmogelijkheden tussen collega's zitten erbij, bewaken van de voortgang op kantoorniveau en op individueel niveau. Dat kan overigens op het hele kantoorniveau, dat kan ook bevestiging. Het systeem is in principe zo ingericht dat een kantoor bestaat uit meerdere vestigingen. Maar dat is weer een keuze. We zien wel dat veel kantoren er toch voor kiezen om het niet ook nog op vestigingsniveau uit te splitsen als ze er bijvoorbeeld twee hebben. Maar heb je een kantoor met 10 of 12 vestigingen, dan kan het wel weer handig zijn om toch die keuze te maken om het ook op vestigingsniveau afzonderlijk voortgang bijvoorbeeld te laten zien. Belangrijker nog, vinden wij, is het richting in sturing geven. Hoe kun je dat nou als kantoor doen? Nou, er zijn eigenlijk, nadat je die workforce hebt ingericht, zijn er eigenlijk twee elementen die, 2,5 element eigenlijk die erbij komen. Dan kom je ook weer op 5 stappen uit. Element van de lat leggen, aanbod van leeractiviteiten bepalen en wat extra elementen bij voortgang bewaken. Bij de lat leggen kun je kantoorspecifieke leerdoelen toevoegen. Dus bijvoorbeeld bij een bepaald functieprofiel, bijvoorbeeld bij een bepaalde werkzaamheid. En die leerdoelen die kun je verplicht stellen of openlaten. Verplicht stellen wil gewoon zeggen, ze zijn standaard aangevinkt. Accountant ziet ook, als je zijn leerplan samenstelt, dit is een verplicht leerdoel vanuit het kantoor, bij deze werkzaamheid, of voor ons allemaal, of bij deze functie, bij dit profiel. En je kunt overigens niet alleen specifieke leerdoelen toevoegen, je kunt ook nog zelf je eigen werkzaamheden toevoegen, je kunt een eigen profiel bouwen als je dat wil. Alles wat je zelf maakt, moet je natuurlijk ook onderhouden. Dus wat wij in de praktijk zien, is dat kantoren in het algemeen, met name op het niveau van het leerdoel, van de leerdoelen, dat ze daar eigenlijk kantoorspecifieke leerdoelen toevoegen. En wat ze ook vaak doen, is leerdoelen waarvan ze zeggen, die vinden wij niet relevant voor onze organisatie, om die uit te zetten, om die zeg maar te verbergen. En het verbergen van een leerdoel betekent, het zit in een standaard content, maar de accountants van jouw kantoor krijgen het niet te zien. Dus je kunt aan de hand van die standaard content bestaat uit zo'n 250 leerdoelen, 300 misschien zelfs, dus dat is best veel. Aan de hand van die standaard content kun je het kantoor specifieker maken, kun je dingen toevoegen, maar ook dingen uitzetten. Bijvoorbeeld, er zit een werkzaamheid in met een resultaat, jaarrekeningcontrole in de zorg. Dat heet iets mooier, maar jullie snappen wat ik bedoel. Nou, als je geen zorgklanten hebt als kantoor, dan verberg je dat, want je hoeft je medewerkers daar niet meer lastig te vallen, want dat doe je niet als kantoor. Dus op die manier maak je die content eigenlijk met qua werkzaamheden, qua resultaten en qua leerdoelen, ook qua cursussen uiteindelijk, qua leeractiviteiten moet ik eigenlijk zeggen, kantoorspecifiek. Richting en sturing geven, aanbod van leeractiviteiten bepalen, in-house cursussen toevoegen, trainingen toevoegen. Maar ook bijvoorbeeld zeggen van we hebben een selectie gemaakt uit de cursussen van het aanbod van SRA. Ik noem maar even iets qua open inschrijving. En dat zijn cursussen die wij goed vinden. Door bijvoorbeeld andere cursussen te gaan verbergen. Je kunt ook cursussen van andere aanbieders toevoegen in het aanbod.
uiteraard je in-house trainingen, et cetera. Maar daarmee kun je aangeven van welke cursussen per leerdoel vinden wij als kantoor geschikt voor onze accountants. En uiteindelijk kan die accountant, als die, uiteraard moet daar misschien toestemming voor, kan altijd ook zelf nog een cursus toevoegen. Maar op deze manier kun je dit eigenlijk allemaal gaan voorbereiden en ziet die accountant vanuit zijn leerdoelen die cursussen die jij als kantoor geschikt vindt. Dat kan een grote lijst zijn, dat kan een kleine lijst zijn. Wat ook veel voorkomt, is, Marion zei net al een beetje, van ja, we zien dat kantoren vrij echt eigenlijk in het hele proces top-down werken, dus voor een redelijk deel, er zit altijd een stukje bottom-up bij. He, dus die bepalen van tevoren al, we hebben deze leerdoelen en deze in-house cursussen. We komen ook het omgekeerde tegen van kantoren die zeggen, nou, eerst gaat iedereen eens een leerplan maken. En dan gaan wij kijken, wat zijn veel voorkomende leerdoelen? En dan gaan we op basis van deze leerdoelen in-house cursussen organiseren. Dus dan wordt er een uitdraai gemaakt van, nou, dit zijn, je kunt dat ook zien in het systeem, dit zijn de meest gekozen leerdoelen. Dit is bijvoorbeeld de top 5 leerdoelen binnen het kantoor. En dan kun je eigenlijk vanuit een bottom-up redenering, hè, eerst heeft iedereen individueel zijn eigen leerplan gemaakt, kun je als kantoor vrij makkelijk zien van, hey, dit is de rode draad daarin, dit zou interessant kunnen zijn om in-house te doen. En dan heb je weer dat voordeel van dat, ik noem het dan toch maar steeds van dat geuniformeerde boekhoudsysteem, in die zin dat die leerdoelen hetzelfde heten. Het is lastig optellen als 4 mensen een eigen leerdoel gaan formuleren, want het is in alle 4 anders. En dan kun je met een stukje artificial intelligence tegenwoordig nog wel een stukje komen, maar makkelijk is het natuurlijk niet. He, en dat is dus ook iets wat we zien, dat kantoren zeggen van, nou, we zien hier dat hier 3 leerdoelen zijn die heel veel van onze accountants hebben gekozen. Omtrent die drie leerdoelen gaan we in-house activiteiten organiseren. En beide kanten op kan. En een mix van beide kan natuurlijk ook. Voortgang bewaken. Alerts en notificaties, dat is iets wat we nu aan het ontwikkelen zijn. En daarnaast kun je natuurlijk al, wat je in het basispakket ook kunt zien, is dat je, ik zal dat straks uiteraard allemaal even laten zien, is dat je op individueel niveau, op discipline niveau, kunt kijken van hoe ver zijn de mensen met de voortgang van hun PE. Dus als kantoor, eigen opleidingsaanbod opnemen, opnemen van kantoorspecifieke leerdoelen, verplicht stellen van leerdoelen, alerts en notificaties instellen, rapportages die inzicht geven in de leeractiviteiten van medewerkers, een in-company opleidingsprogramma samen te stellen, meer bottom-up, hè, dus op basis van die leerdoelen die accountants gekozen hebben. Dat zijn een aantal elementen uit dat pluspakket. Nou, ik zal zo meteen wat dingen laten zien, maar ik weet niet of er tot nu toe al vragen zijn. Zullen we dan heel even die, want dit, dan kan ik het ook even omzetten, zullen we heel even die 5 minuten koffiepauze doen en dat we dan verder gaan, Marion? Ja, lijkt me goed. Zijn we om 9:50 weer terug. Ja. Goed, zie je nou weer? Ja, we zien. We zijn weer terug, Marion? Ja, zeker. Hoi. Even een paar, zijn nog een paar camera's donker, dus zullen we heel even een paar seconden wachten.
Ik zie nog niet iedereen, maar zullen we wel verder gaan, Marion? Wat denk jij? Lijkt me goed, Jeroen. Ja. Ja. Oké, prima. Dit is de tool. En ik moet beginnen met roepen, niet schrikken voor het aantal lemma's wat je aan de linkerkant ziet. Dit is namelijk wat je zou zien als je en accountant bent die een leerplan moet maken, en je bent compliance officer, en je bent leidinggevende, en je bent de zogenaamde key user die het systeem aan de achterkant inricht. Dan zie je heel veel. Bij je individuele accountant, dan heb je alleen de bovenste drie. Dus voordat je gaat denken, oeh, daar staat links een navigatiebalk, dat is wel heel veel. Dit is een nogal bijzonder account, die heeft namelijk alle functies die mogelijk zijn in het systeem aangevinkt. Waarmee ik wil beginnen even om te laten zien, is van de beheertemplate. Dus de beheertemplate is van hoe kun je je eigen content als kantoor bepalen. Nou, uitgaande van die drie profielen die ik net al noemde, je kunt een profiel toevoegen, maar komen we eigenlijk niet echt tegen. In zo'n profiel, hè, wat ik al zei, is ingedeeld qua werkzaamheden. Daarbovenaan staat de verplichte PE, maar, hè, van jaarrekeningcontrole naar samenstellen, naar een aantal verschillende adviseringen, tot persoonlijke ontwikkelingen en SRA-bijeenkomsten bijwonen. Dat is eigenlijk natuurlijk een beetje een rare, maar die hebben we ingevoegd omdat het dan raar in de zin van het is geen werkzaamheid, niet raar in de zin van dat je het doet uiteraard. Hè, maar die maakt het heel makkelijk voor mensen die bijvoorbeeld een kring bijwonen om die aan te vinken en dan de leerdoelen van die kring vanzelf eigenlijk in het leerplan te krijgen. Hè, dus adviseren over fiscale aspecten en dat is weer verder uitgewerkt. Hè, of bij financieringen of juridisch, interne beheersuniteit, dat is wel wat beperkter. Resultaten en werkzaamheden. Ik pak even die verplichte PE op om even te laten zien van wat je ermee kunt doen. Hè? Maar dat kun je natuurlijk op alle niveaus doen. Oké, we hebben de verplichte PE controlepraktijk, samenstelpraktijk. En wat dit kantoor heeft gedaan, dat zie je in het groene, is verplichte PE van ons kantoor toegevoegd. En dus dat kantoor heeft gezegd, naast die verplichte PE vanuit de MBA hebben we ook een stukje verplichte PE van ons kantoor. Bij dat verplichte PE van ons kantoor hoort een leerdoel. Of meerdere leerdoelen, in dit geval één leerdoel. En bij dat leerdoel hoort een verplichte cursus. Zo kun je dus op alle niveaus zelf iets toevoegen. Je kunt ook iets aanpassen. Blauw wil zeggen, ik heb die tekst aangepast. Er staat algemeen door MBA, of algemeen door MBA verplicht gestelde PE. Dat is de standaardtekst. Omdat we ook hier verplichte PE voor het kantoor hebben toegevoegd, hebben we dat die tekst verandert. Dus in blauw zie je, ik heb mijn tekst aangepast. Groen is mijn eigen content. Zo'n leerdoel kan een geldigheidstermijn krijgen. Bijvoorbeeld vanaf 22, eventueel niet meer geldig vanaf. Hè. Wie heeft het verplicht gesteld? In dit geval de organisatie. Kan ook zijn eigen keuze, dan is het niet verplicht. Dus dat kun je, je kunt bijvoorbeeld zeggen van ik heb een leerdoel wat maar 1 jaar geldig is, wat specifiek voor dit jaar bedoeld is. Of ik heb een leerdoel wat mensen binnen 3 jaar moeten realiseren een keer. Dan geef ik op bijvoorbeeld geldig vanaf 2022 tot 2025. En mensen bepalen zelf in welk jaar ze dat doen. Maar uiteindelijk moet je het wel een keer gedaan hebben. Dus zo kun je daar ook termijnen aan toegeven. Verberg leerdoel. Dat zul je bij een eigen leerdoel niet zo makkelijk doen. Maar dat kun je bijvoorbeeld doen bij een leerdoel wat je niet relevant, wat uit de standaard content wat je niet relevant vindt. Verwijderen kun je met eigen leerdoelen uiteraard. Leerdoelen uit de standaard content kun je alleen verbergen. Ook zo'n cursus kan ik van alles van opgeven. Nou, verplichte cursus, type, leverancier ben ik zelf. Een link, prijs is niet zo relevant, hè? Eventueel naar een inside deel van je eigen website. Ook hier weer een tijdspad aan opgeven, et cetera. Dus zo kan ik die content die standaard voor is gedefinieerd, kan ik als kantoor eigenlijk helemaal zelf inrichten. Ik kan cursussen, bijvoorbeeld de SRA-cursussen die erin zitten, kan ik verbergen. Dat kan ik op 2 manieren doen. Dat kan ik hier doen. Of dat kan ik via mijn Element Cursus doen. En dan zeg ik, deze wil ik niet. Die had ik uitgezet, maar die wil ik wel.
Of nog sterker, ik wil gewoon alle standaard content verbergen. Er zijn een aantal kantoren die echt alleen maar eigenlijk een in-house aanbod hebben, die zeggen, ik wil echt alles uit het standaard aanbod verwerken. Dus op deze manier richt je in feite die profielen, die werkzaamheden, resultaten, leerdoelen en bijbehorende cursussen richt je, kun je inrichten. Als je als accountant voor de eerste keer een leerplan maakt, en nou zit ik hier in een standaard iemand die niet voor de eerste keer een leerplan maakt, maar ik doe even net alsof, dan ga ik het volgende proces door. Ik ga een leerplan maken. En als ik zeg, maak een leerplan op basis van een voorgaand leerplan, dan neemt hij alles over uit het vorige leerplan. Dus dan neemt hij mijn functieprofiel over, mijn werkzaamheden, mijn vaardigheden, de leerdoelen die ik nog niet gerealiseerd heb, worden ook overgenomen, et cetera. Ik doe dat even niet, dan is die meteen helemaal gevuld. Ik doe even alsof ik een nieuw leerplan maak, voor het eerst. Ik ben nu voor het eerst een leerplan aan het maken. Dan gaat hij waarschijnlijk roepen dat ik al een leerplan heb voor 2021. Ja, nou, ik ga toch even door. Ik kies mijn functieprofiel. Ik selecteer mijn werkzaamheden. Nou, ik doe natuurlijk mijn kantoor en ik zit aan het samenstellen. En ik heb hier gemengd profiel gekozen. Ik pak even iets dat ik niet al te veel krijg. Ik doe lekker weinig. Vervolgens, en dat is eigenlijk vooral het eerste jaar van belang, vaardigheden waarover ik al beschik, vaardigheden die niet van belang zijn voor me. Dat geldt natuurlijk niet voor die verplichte PE, want die moet ik doen. Maar ik kan bijvoorbeeld hier zeggen, nou, dat data-analyse, dat weet ik wel, nog niet zo. Steekproeven is ook niet mijn grote. Dit ken ik. Dit weet ik ook. Hier ben ik ook deskundig in. Dit is niet zo belangrijk voor me. En dit doe ik niet. Die vind ik even uit. Op basis daarvan, en nogmaals, in een tweede jaar worden die vaardigheden overgenomen uit het vorige jaar plus de behaalde leerdoelen. Dus het eerste jaar is het invullen van die vaardigheden het meeste werk. Maar het tweede jaar stap je die stap over, kom ik bij mijn leerdoelen. Op basis van mijn werkzaamheden en wat ik al kan, heb ik hier mijn leerdoelen die ik zou kunnen kiezen. Ik kies hier een aantal leerdoelen van. Ik laat er een paar open. Ik kan zelf een leerdoel toevoegen. Dat doe ik nu even niet, hè, maar het is gewoon een vrij tekstveld. Ik ga bij mijn leerdoelen mijn leeractiviteiten kiezen. En ik moet vanuit de NVPE eigenlijk ook aangeven waarom. NVPE zegt dat, hè, geef aan waarom, maar het is niet zo dat we dat allemaal via het systeem afdwingen. Dus op zich kun je zeggen, ik laat dit leeg. NVPE zegt, hier moet je over nadenken. Je kunt zeggen, heb ik nu geen zin in, dan krijg je wel een waarschuwing. Je hebt niet alles ingevuld, weet je zeker dat je verder moet gaan, maar je kunt verder gaan. Ik heb mijn geselecteerde leerdoelen. En ik klik op voltooien en mijn leerplan is klaar. Ik kan mijn leerplan heropenen. Dit is automatisch goedgekeurd omdat ingesteld staat dat niemand hoeft goed te keuren. Dan staat hij vanzelf op goedgekeurd. Als ik mijn leerplan heropen, kan ik hem gaan aanpassen. Ik kan hem mailen. En als ik een leidinggever had gehad, had ik hier de mogelijkheid gehad tot indienen. Dat is het maken van een leerplan. In mijn dashboard hou ik mijn leeractiviteiten bij. Je ziet hier al weer terugkomen. Oh, ik had bij een aantal had ik nog niks gekozen. Dat kan ik dan alsnog doen. Ik noem even iets. Vervolgens kan ik gaan kijken. Als ik dat wil, is er een cursus? Nou, dan zie je hier. Dit is dat verplichte thema continuïteit. Daar zitten nogal veel cursussen bij. Normaal zie je er hier geen 16 hoor. Bij alle andere leerdoelen zie je er 1 of 2 of 3. Maar ik kan een cursus selecteren. Ik kan ook meerdere cursussen selecteren als ik dat van belang vind.
En ik kan ook doorklikken op zo'n cursus. Dat zal ik even niet doen, maar dan kom ik op de site van SRA terecht bij die cursus. Als ik dat gedaan heb, heb ik een blauw bolletje. Nou kan het zijn, ik kies hier even bewust niet voor cursus, maar ik kies hier even voor coaching. Dan doe ik natuurlijk geen cursus, maar ik heb wel een stukje voortgang. Ik kan daar een bijlage uploaden. Ik kan een start- en einddatum invullen. Ik geef hier alleen even wat tekst op, dan heb ik iets gedaan. Dan zie je al, ik ben hier bij mijn voortgang bij dit leerdoel. Cursussen heb ik overgeslagen, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben hier een stap verder in mijn voortgang. Heb ik een leerdoel behaald, dan kan ik hier evalueren volgens de STAR-methodiek. Ik doe dat weer heel even zo. En ik kan, als ik het leerdoel behaald heb, op behaald klikken. En dan wordt mijn flow groen. Ik kan ook zeggen, ik ga evalueren, maar ik heb het niet behaald. Dat sla ik op. Dan is mijn flow beëindigd, maar het blijft blauw. Het is niet behaald. Dus zo kan ik per leerdoel zien wat mijn voortgang is. Ik kan mijn portfolio downloaden. Dat wil zeggen dat ik alles wat ik zelf heb ingevuld. Hè, dus ik ben daar net heel kort doorheen gelopen. Maar mijn leerdoelen, mijn voortgangsbeschrijving. Mijn evaluatie die ik heb ingevuld. Plus alle bijlagen die ik heb geüpload. Die worden automatisch gedownload in een zip-bestand. Dus dat portfolio zelf, dat mijn eigen teksten, zeg maar, dat is een PDF, per leerdoel uiteindelijk, met wat heb ik daar aan voetgang, wat heb ik als evaluatie ingevuld, wat heb ik als bijlagen toegevoegd. En samen met die bijlagen, meestal zijn het PDF's, maar dat is geen verplichte, dat kunnen ook andere bestanden zijn, bestandsformaten zijn, wordt dat in een zipbestand gedownload en als ik het dan voor een toetsing op zou moeten sturen, kan ik dat zipbestand opsturen. Dat is leerplan maken, mijn overzicht van leerplannen. Ik heb er hier heel veel staan. Hè. Normaal staat daar per jaar één leerplan. Dan kan ik altijd een oud leerplan nog eens een keer terugkijken als ik dat wil. Ik kan altijd een leerplan ook downloaden en mijn dashboard waarin ik per leerplan mijn voortgang zie. Kan ik voor een ander leerplan kiezen, hè, als ik meerdere jaren erin heb zitten. En ik kies eerst mijn jaar. 22 heb ik nog geen leerplannen of geen leerdoel. Dat is voor de individuele accountant. Dus vanuit die beheerderstemplate, waarin je als organisatie het hebt ingericht, ga je als individuele accountant je leerplan samenstellen en je voortgang bijhouden. De bijvoorbeeld compliance officer of de leidinggevende, net wat is ingesteld, de manager en of de executive in de rollen, die kan de portfolio's zien van iedereen waarvoor het is ingesteld. En dat portfolio, dat kan ik downloaden. He, dus ik kan hier, nou ja, van mezelf. Er zitten misschien nog anderen in. Ja, meneer Tess zit er ook nog in. En Henny Tempelman en Henk Aartum zitten er ook nog in, wat langer geleden. Maar ik kan dus de status zien van een leerplan. En ik kan het portfolio kan ik hier downloaden. Dan download ik overigens niet al die bijlagen, want dat is weer zo'n heel lang verhaal. De keuze die we gemaakt hebben is om alleen dat je alleen de eigen ingevulde tekst, dus de evaluatie, et cetera, dat je die downloadt. Ingediende leerplannen die goedgekeurd moeten worden of beoordeeld moeten worden. En als derde onderdeel hebben we de cockpit. En bij de cockpit, daar zie ik de gebruikers. Hoeveel leerplannen zijn er? Dit is uiteindelijk wie is al geregistreerd in MBA, in mijn MBA. Ik zie welke leerdoelen er zijn, hoeveel staan er open, hoeveel zijn er behaald. Hoeveel cursussen zijn er geselecteerd. Ik kan mijn top 5 geselecteerde cursussen zien, de top 5 van leerdoelen. Ik kan alle leerdoelen bekijken. Hoe vaak zijn ze gekozen? Wie heeft ze gekozen? Henk en Tess hebben deze gekozen. Dus op deze manier kan ik zien niet alleen welke leerdoelen zijn veel gekozen, maar kan ook zien wie heeft een bepaald leerdoel gekozen.
Jeroen, bij jouw vorige deel van geregistreerd bij de MBA, daarmee bedoelen we wie in MyPE heeft aangegeven dat hij op de compliance button heeft gedrukt, hè? Klopt. Dat geef je je voor- en naam. Dit is iets wat, nou ja, eigenlijk natuurlijk vanuit... Je hoeft natuurlijk je alleen maar bij de MBA te registreren, maar omdat het natuurlijk voor een compliance officer wel handig is om te zien wie heeft dit gedaan, op die compliance button gedrukt, kun je dat hieronder aangeven dat je over een bepaald jaar je geregistreerd hebt. En hij geeft ook, als je een nieuw leerplan wil gaan maken voor een nieuw jaar en je hebt je nog niet aangegeven dat je geregistreerd hebt, krijg je ook even een herinnering van, hey, je hebt een MyPE dat nog niet aangegeven, weet je zeker dat je verder wilt gaan. In die cockpit kan ik ook per gebruiker kijken. Dus bijvoorbeeld Henk, die heeft 1 leerplan. Die heeft 5 leerdoelen openstaan. Die heeft er 2 behaald. In totaal had hij 7 leerdoelen. En hij heeft zich nog niet in mijn MBA geregistreerd. En Henny, die heeft 1 leerplan, maar dat heeft hij nog helemaal niet ingediend bij zijn leidinggevende. Daar zitten 8 leerdoelen in. Daar heeft hij niks aan gedaan. Ik had 2 leerplannen. Ik heb er 2 heb ik afgerond, moet nog indienen, et cetera. Dus hier kan ik op globaal niveau per accountant eigenlijk zien wat is de status van over een bepaald jaar, wat is de status van de voortgang over dat jaar. En dit wordt nog een keer, maar dat zit er nu nog niet in, dat dit clickable wordt, dat je eigenlijk meteen weer ook naar het portfolio van die betreffende accountant gaat, dus dat je dat wat meer in detail weer kunt zien. En als je hebt ingesteld bijvoorbeeld dat je met locaties werkt, dan kun je hier ook de selectie maken dat je niet al je 60 accountants van je organisatie krijgt, maar dat je bijvoorbeeld alleen zegt, ik wil alleen de locatie Arnhem zien. Dus dan zit hier een knopje bij locatie. Ja, dit zijn eigenlijk denk ik even de belangrijkste elementen. Hè? Dus eigenlijk vanuit 4 functionarissen bekeken. Die beheertemplate, die wordt ingericht door wat we noemen de key user. En vaak zien we dat er 2 of 3 mensen zijn overigens in een organisatie die dat doen. Hè? Dus die richten die content in. Portfolio's kunnen gezien worden veelal. Zien we daar een rol voor of de leidinggevende, of ik moet eigenlijk zeggen, en of de leidinggevende, en of de compliance officer, die portfolio's mag inzien. Het indienen, idem dito, of leidinggevende of compliance officer. De cockpit is nadrukkelijk voor compliance bedoeld. Hè, die is echt om, hè, heb je als kantoor grip op de voortgang van van de PE van de accountants in je organisatie. Dus dat is echt op compliance niveau. En de bovenste 3, nieuw leerplan, leerplannen en dashboard, die zijn bedoeld voor de individuele accountant die zijn PE-plan moet maken en moet bijhouden. Zijn er vragen? In de chat is het rustig. Zet gerust je microfoon open als je een vraag hebt. Ik weet niet of het te snel ging, of het was het te volgen? Ik heb de neiging misschien af en toe wat te snel te gaan klikken. Na 1,5 jaar. Het feit dat er geen vragen zijn, kan ook een bevestiging zijn dat het gewoon een helder verhaal is. Wat mij betreft is dat het geval. Oké, dankjewel. Nou, we hebben zo nog tussendoor ook de mogelijkheid, hè, Jeroen. Ja, dan ga ik even de presentatie terughalen. Ja. Dan gaan we daarmee verder. Dat is de verkeerde knop, want dan klik ik op liever niet. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Even kijken. Ja. Share screen. Deze. Nu.
Dit is niet de bedoeling. Dit wel. Als het goed is, zien jullie nou weer de presentatie. Ja, klopt. Nou, een aantal andere elementen. Het koppelen, dat hebben we in beperkte mate tot nu toe gedaan. Ik zal even die technische plaatjes wat niet al te veel op ingaan. Eigenlijk koppelen aan een learning management systeem, dat komt al, kan ik me eigenlijk niet eens herinneren dat dat nu al een behoefte is geweest. We hebben beperkt wat koppelingen, met name ook aan een HR-systeem. Daar liggen een paar vragen over, waar we mee aan het werk zijn. Het enige wat wel een aantal keren al gedaan is, is dat het is ingebed in het single sign-on systeem. Maar in principe zijn er wel allerlei koppelingen mogelijk. Het punt is echter, hè, van ook vanuit het HR-systeem, ja, eigenlijk is het enige wat wij van een gebruiker nodig hebben, is een e-mailadres. We bewaren geen, in het systeem geen NAW-gegevens, geen NBA-inschrijvennummer. Dus in het begin dachten kantoren wel van, hey, we willen eigenlijk wel een koppeling met ons HR-systeem, maar eigenlijk is dat niet echt, ja, levert dat niet heel veel toegevoegde waarde. Omdat we al die data eigenlijk niet in MyPA, die bewaren we gewoon niet, die hebben we niet. En ten tweede blijkt dat wat je nog vanuit een HR-systeem zou kunnen halen, is leidinggevende. En dan blijkt toch dat, ja, dat is heel beperkt. Dat is ook maar één keer klikken en instellen en even bijhouden van wie is de leidinggevende. Plus dat dan weer blijkt dat kantoren toch zeggen van, ja, maar het goedkeuren van die PE-portfolio's, dat moet maar niet de leidinggevende doen, maar dat moet eigenlijk iemand anders doen, bijvoorbeeld compliance. He, en een vennoot die geen leidinggevende heeft, moet op diverse kantoren wel zijn leerplan bij compliance indienen. Die daar dan met een compliance blik naar kijken. Nou, er zijn allerlei verschillen in. Dus die koppeling, het enige wat we nu aan het bouwen zijn met een kantoor, is een kantoor wat zijn cursus, dat is wel wat meer een LMS-systeem. Dus een kantoor wat zijn cursusadministratie heeft in een systeem en waar ook de certificaten en zo gegenereerd worden. Dat automatisch wordt gekoppeld, dat als iemand in dat learning management systeem eigenlijk een certificaat krijgt toegewezen, dat automatisch in MyPA terechtkomt. Dus zo zijn we een paar dingetjes aan het koppelen met andere systemen. In principe zou er veel mogelijk moeten zijn. Dan de pakketten. Nou, het individuele pakket, maar jullie zitten hier allemaal als kantoor, dat is wat minder relevant. Hoewel we ook wel zien dat er kantoren zijn met een heel klein aantal accounts. Dus zeggen we doen gewoon alleen het individuele pakket. Maar dan mis je wel het inzicht op kantoorniveau. Dus dat vind ik toch minder. Kijk, met 2 of 3 accounts snap ik dat. Maar met 6 of 7 wordt het toch wel aantrekkelijk om op kantoorniveau even te kunnen kijken. Dan hebben we dat basispakket. Daar kun je eigenlijk best veel mee. Maar daar kun je op geen enkele manier de content veranderen, aanpassen, toevoegen. He, dus dan kan je echt uit van de content die wij aanleveren. En het pluspakket is het pakket wat veel wordt gebruikt door kantoren met vanaf 15, soms ook wel 10 accountants. Waarbij een kantoor zelf een aantal kantoorspecifieke zaken opgeeft. He, dus eigen leerdoelen, in-house cursussen, et cetera, die worden toegevoegd. En we zien ook wel, er is één kantoor wat nog niet voor alle medewerkers, maar wel voor alle medewerkers in de accountancy, het pakket, dus ook voor de niet-titeldragers, het pakket gebruikt. En er is een tweede kantoor, daar ben ik zelf mee bezig, wat dit ook gaat doen. Om het dus ook te ontwikkelen voor, ja, dat je dus ook, zeg maar, bijvoorbeeld voor assistenten, hè, waar je ook bepaalde trajecten eventueel voor hebt, dat je daar ook een profiel voor inricht in de tool, zodat je ook de cursussen en de voortgang van de, bijvoorbeeld van de assistenten kunt bewaken. Het is wel zo, dat heb ik eerder gezegd, want je moet je wel realiseren dat als je met eigen profielen volledig aan de slag gaat, dat je ook wel zelf echt het onderhoud erop moet doen. Dus dat het best wel wat tijd kan gaan kosten. En waar we wel mee aan de slag willen, maar dat is eerder iets voor 2023 dan voor 2022, is dat we toch gaan kijken om het aantal HR-functionaliteiten nog verder uit te breiden. Dat zijn we ook samen met de afdeling van Theo Reuters aan het doen. Ik vergeet even
Dat is de afdeling HR, Marion, of hoe? Ja, ik hoor ik de verkeerde naam noem, in ieder geval. Ja, je zit in de goede hoek. Gelukkig. He, ook om het kijken ook van hoe kunnen we ook bijvoorbeeld datgene wat SRA vanuit HR ook beschikbaar stelt, ook aan de kantoren, ook in de zin van formulieren, dat willen we ook gaan eigenlijk gaan opnemen in die tool. Dus eigenlijk er een soort HR-skill omheen bouwen. Maar nogmaals, voordat ik verkeerde verwachtingen daarin wek, daar zijn we nu naar aan het kijken. En dat zal echt niet in 2022, misschien aan het einde van 2022 gerealiseerd zijn, maar niet begin volgend jaar al. Dan zijn we wel aan het kijken hoe kunnen we dat op deze manier gaan uitbreiden. Omdat we daar toch wel wat vragen over krijgen van kantoren. Van, nou, het zou toch handig zijn als we dit net even wat breder kunnen gebruiken dan uitsluitend voor onze titeldragers. Dus het eigen profiel toevoegen heb ik al gezegd. We merken wel dat die content voor assistenten in de controle- en samenstelpraktijk eigenlijk best wel geschikt is. Als je ook daarmee verder aan de slag wil. We hebben nog geen fiscaal profiel toegevoegd. Daar hebben we wel over gedacht. Maar er zitten ook wat PE-wijzigingen aan te komen bij de RB. En daar hebben we nog niet het volledige zicht op. Dus ja, dat is even als reden dat we daar nog even mee... dat hadden we eigenlijk graag gedaan dit jaar. Maar we moeten daar wel helder aan krijgen over wat maar precies het nieuwe PE-systeem van de RB wordt. Zodat we dat ook zeg maar compliance-achtig ook mee kunnen inbouwen. Investeringen en de opbrengsten, bedragen komen zo. We werken met een jaarfee per tik, eigenlijk per deelnemer. Uiteraard krijgen we als SRA weer korting op de prijs. En vanaf 15 deelnemers geldt sowieso een kortingsregeling. We denken de belangrijkste opbrengsten zijn dat je meer grip, meer sturing en tijdsbesparing voor eigenlijk iedereen die erbij betrokken is. Individuele accountant, ik zeg er altijd bij, is minder in het eerste jaar. Maar wel in jaar 2, 3, 4, 5, omdat je het eerste jaar, vorig jaar, behoorlijk wat sessies gedaan met kantoren, met individuele accountants. Van richt je, stel je eerste leerplan op. En dan moet je, dat was wel inclusief de uitleg over hoe werkt het hele PE-systeem, et cetera. Maar dat waren wel sessies van 2 tot 3 uur om de eerste leerplan in kaart te krijgen. De testervaringen nu leren dat het ongeveer 20 minuten kost om een leerplan te maken op basis van een bestaand leerplan. En dat is dan 20 minuten als je het echt goed alles nog een keer bekijkt en dan nog een keer goed over nadenkt. We hebben ook wat experimenten gedaan met mensen die 3 keer klikken en die waren in ongeveer 1 minuut klaar. Maar die hebben dan wel verder niet meer nagedacht en niet gecontroleerd. Dus van, is er iets aan de hand bij mijn werkzaamheden, et cetera. En nadenken moet je natuurlijk wel blijven doen. Maar dan gaat het ook echt die tijdsbesparing opleveren. En ook voor HR, verantwoordelijke vennoten, omdat je natuurlijk vanuit die cockpits wel totaal overzichten krijgt. Kosten van individueel pakket zijn, ik ga even uit van de ledenprijs, zijn €119, basis €159. En het kantoor plus is €189 per deelnemer per jaar. Dus dat zijn de prijzen. Nou, dat is wat meer dan andere aanbieders van tools, dat weten wij ook. Maar we denken tegelijkertijd, en we constateren ook al tegelijkertijd, dat ja, dit is wel een andere tool dan een invulformulier, waarbij je vooral zelf ook teksten moet invullen. Dit is echt een tool die veel meer gericht is, ook vanuit het denken van top-down en bottom-up, en hoe kun je dat bij elkaar brengen, hoe hou je op een overzichtelijke manier als kantoorgrip. Hoe voorkom je dat iedereen zijn eigen teksten evalueren moet? Hè? Die vraag hebben we vaak genoeg gehad. Dat is misschien wel de meest gestelde vraag. Jeroen, kun je het evalueren niet ook automatiseren? Ik zeg, ja, dat kan, maar dat lijkt me niet de bedoeling. Dat is toch echt het moment dat je zelf na moet denken. Hè, maar dat je niet hoeft na te denken over de precieze formulering van een leerdoel, behalve bij je eigen leerdoelen. Hè, dat je als kantoor dat ook kunt standaardiseren. Ja, dat zijn toch wel voordelen die in het pakket zitten, die waarvan, voor zover wij weten, je toch wel een wat uniek pakket daarin maken. Ik heb ook wel van veel kantoren gehoord dat ook inderdaad die standaard leerdoelen, hè, het feit dat je op het hoogste niveau gewoon kan zien hoeveel mensen een bepaald leerdoel gekozen hebben. En stel dat zijn er 12, nou ze bellen mij, Marion, kun je daar een in-company cursus voor organiseren? Het feit dat je zelf die vertaalslag niet meer hoeft te maken, van hè, Jantje vult in
Ik wil meer leren over de COS 600. En Pietje vult iets gedetailleerder in, hè, wat hij wil leren over de COS 600. Ja, dan moet er altijd een vertaalslag plaatsvinden door iemand op een wat hoger niveau van, hé, wat bedoelen ze hier nou eigenlijk? En dat gaat hier eigenlijk heel snel in de MyPE. Dat is eigenlijk de enige lemma net links wat ik net niet heb laten zien. Nu jij dat zegt, Marjon, daar zit ook nog de optie in van zoek een cursus. Dus dan tik je bijvoorbeeld een leerdoel in of een tekststring uit een leerdoel. En dan geeft hij ook aan van dit is een cursus die bij dit leerdoel zou passen. Hè? Met name inderdaad, functionaliteit die wordt eigenlijk door een aantal kantoren eigenlijk één keer per jaar gebruikt. Precies op het moment wat Marjon eigenlijk ook aangeeft. Van hey, ik zie dat ik hier een leerdoel heb wat door veel mensen gekozen is. Even snel kijken wat is de bijbehorende cursus. Of is het hele verhaal op alle punten sowieso helemaal doorzoekbaar. Dus als ik bijvoorbeeld in de standaard context iets wil zoeken over een bepaald woord. Dan kan ik gewoon dat intikken en dan doorzoekt die hele boomstructuur eigenlijk van hey, waar kom ik dit woord tegen. Dus het is helemaal... ook van boven naar beneden, ook allemaal zoekbaar. Voor als je een keer wat zelf wil instellen, et cetera. Maar dat zijn meer de technische handigheid als je erbij komen kijken, als dat het echt over de functionaliteit van het systeem gaat. En daar wou ik hier wat meer de focus op leggen. Hè? En dus vanaf 15 deelnemers, ik heb hem niet precies in mijn hoofd, zit er een kortingsstaffel in. Dan maak ik graag een opleidingsvoorstel voor de kantoren die meer dan... die meer deelnemers hebben. Ja. Even één vraag stellen. Ja. Kon ik bij kantoor basis en nu vanuit kantoor ook leerdoelen toevoegen of moet je dan plus hebben? Plus. Dan moet je plus hebben, oké. Okay. Ja. Basis is echt bedoeld voor kantoren met, ja, ik denk maximaal ongeveer 10, misschien 12 accountants. Dat is ook wat we zien. Mm-hmm. We zien dat grotere kantoren... Ja, want je kunt niet alleen je leerdoelen niet toevoegen, maar je kunt ook niet je eigen inhoudscursus toevoegen. Okay. Ja, dan moet dus iedereen zelf als individuele accountant die inhoudscursus gaan toevoegen, in plaats van dat je dat in één keer organiseert en faciliteert voor je medewerkers. Dus eigenlijk zit je al snel aan plus. Bij een kantoor van jullie omvang kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat je, ja, dan zou ik wel echt een gesprek willen voeren over die 30 euro per account. En met korting wordt dat nog wel minder over de voordelen van plus in jullie situatie. Want daarbij als ik gewoon reëel ben, dan kom ik basis tegen van, nou, ik heb toevallig morgen nog een sessie met een kantoor, ik heb een aantal kantoren eigenlijk ook voor mijn eigen lering en de vermaak het hele jaar een beetje gevolgd. Dat is een kantoor met 7 accountants. Die hebben een basisabonnement. Want, en dat hebben we ook in de voorkant ook zo bekeken. Zeggen, ja, we gaan 2 leerdoelen gezamenlijk formuleren. Voor ons kantoor. En de rest gaan we kiezen. En dan zeg ik, oké, 2 leerdoelen formuleren gezamenlijk. Dat is 2 keer intikken, een stukje tekst, door 7 accountants. Dat zijn eigenlijk 14 regels die ingevoerd moeten worden. Dat kan wel binnen die 200 euro prijsverschil. En maar als je dat bij jullie met tientallen accountants gaat doen, en iedereen moet dat intikken, los van dat het moeilijker wordt om te vergelijken, want het is een vrije tekstveld tot het ingevoegd, et cetera. Ja, dan kom je er ook sneller bij van, dat moeten we niet doen. Ja, dankjewel. Nou, wat kan dus een stukje eigen look and feel binnen de gegeven layout, overigens over de layout. Die zijn we aan het, dat is als het goed is, in januari is die released. Die zijn we aan het vergrijzen. Dus we zijn het blauwend. Het komt toch moet je dat noemen, over. Een beetje hel en fel. Dus we zijn hem daarmee ook mooier aan het maken, maar ook aan het versoberen. Ondersteuning bij kantoorspecifieke inrichting. Rapportages, functieprofielen. Ik heb veel kantoren vorig jaar geholpen met het inrichten van die achterkant. Niet dat dat technisch gezien moeilijk is, maar wel van om er even goed over na te denken. Wat is nou een handige manier om het... bijvoorbeeld, wat is een handige plek om kantoorspecifieke leerdoelen neer te zetten? Die kan ik ergens gaan verstoppen. Die kan ik ook ergens in een mandje eigenlijk samenvatten, et cetera. Die eventuele koppelingen,
En nou, eventueel een training. Maar we merken eigenlijk dat we doen altijd we noemen dat een key user sessie. Hè, met iemand die die achterkant inricht. Gaan we even een half uurtje zitten. En eigenlijk is dat half uurtje meer dan genoeg. Het is als je de structuur door hebt. Ja, is het simpel klikken en toevoegen en verbergen. En ja, het is niet zo. Dan is allemaal niet zo complex en ingewikkeld. Dus eigenlijk is het. Een half uurtje zitten. Maar als het nog meer hulp nodig is, dan kan die altijd geleverd worden. Dan ben ik bij de Q&A, Marion. Ja. Nou, we zitten heel mooi binnen de tijd. Dus roept u maar als er nog vragen zijn. Ja, ik heb misschien wel een vraag. Wat al even kort aan de orde is geweest, is de koppeling aan het HRM-systeem. Kunnen ze van alles bij voorstellen dat het best handig zou kunnen zijn als je inlogt in het systeem op één manier en dat je dan alle gegevens bij elkaar hebt van een betreffende collega, inclusief de PE-portfolio. In die zin, is die ervaring er nu, is dat ook te realiseren? Of hoorde ik Jeroen zeggen van nou, eigenlijk is dat niet zo relevant, het zou best naast elkaar kunnen blijven bestaan. Klopt dat? Ja. Dus is die ervaring er dat vanuit dat de ervaring is er niet dat er een behoefte was, althans dat die behoefte zodanig was dat er echt een concrete vraag is gekomen van kan het vanuit mijn PE naar een HR-systeem? Zou het technisch moeten kunnen? In principe ja. De vraag is echter iedere keer van daarbij, en dat is ook iets van, we hebben best wel wat vragen gekregen daarover, en als je dan eigenlijk reëel om tafel ging zitten met een kantoor, dan je zegt, ja, wat is. Ik snap wat je wil, we kunnen het ook realiseren, maar uiteindelijk, als we het maatspecifiek maken, ja, er staat een prijskaartje tegenover. En dat is eenmalig, maar bij iedere systeemupdate van het ene systeem moet je ook wel gaan kijken of de koppeling nog werkt. Nou, bij iedere is het overdreven, hè, maar je moet het ook permanent onderhouden. En dan bleek toch dat je vaak bij kantoren ziet dat bijvoorbeeld het inzicht in dat portfolio en het bewaken van die voortgang. He, geen idee hoe dat bij jullie is, maar ik zie heel vaak dat eigenlijk toch primair wordt toegewezen aan bijvoorbeeld compliance. En die compliance functionaris, die zit nooit in het HR-systeem. Dus behalve misschien als hij zelf iets, de salarisspecificatie wil zien of iets dergelijks. He. Dus voor die compliance officer, die zegt, ja, of ik nou moet inloggen in een HR-systeem waar ik ook niet mee werk, en waar ik van alles kan zien, of ik log in op MyPI waarin ik precies datgene zie wat ik moet doen, ik vind dit eigenlijk wel voldoende. Dus dat is eigenlijk, maar dat is zeer zeker mogelijk om er naar te kijken. En nogmaals, technisch zou dat in principe moeten kunnen. Als je een HR-systeem hebt, zoals een AFAS, wat via API's ontsluitbaar is. En dat zullen de meeste systemen zijn. Dan is het technisch in principe wel mogelijk. Maar met name in de gesprekken met kantoren daarover. Van wat is nou uiteindelijk de toegevoegde waarde? En is het dan. He, ook jou als kantoor het geld waard. Want als het maatwerk is, ja, daar staan uren, dus kosten tegenover. Zowel out of pocket als van jullie systeembeheerders, want die moeten ook aan de slag aan jullie kant van het verhaal. Ja, dan is tot nu toe de ervaring dat gezegd wordt van, we vinden eigenlijk de meerwaarde niet dusdanig dat we het gaan doen. Compliance is natuurlijk een belangrijk onderwerp, Jeroen, dat is zo. Maar voor de leidinggevende kan het gewoon heel handig zijn dat die koppeling er is. Hè? Ja. Ja. Of was het maar als je in gesprek zit met je collega, of als je dingen makkelijk en handzaam zou willen opzoeken, of zou willen weten. Klopt. Maar ik had ook eerlijk gezegd verwacht, een jaar geleden rond deze tijd, hè, toen we demo's deden, toen zaten we eigenlijk veel meer op van koppelingen, en dat gaan we doen. En uiteindelijk is het afgelopen jaar, en dat kan ook redenen hebben, het is het eerste jaar, het is allemaal nieuw. We moeten ook nog niet zozeer aan het systeem misschien wennen, maar vooral aan onze processen wennen. Ik denk dat bijna iedereen zal herkennen dat het best wel iets is geweest het afgelopen jaar. Van hey, hoe gaan we nou eigenlijk om met dat PE-systeem? Hè? En dat heeft niks te maken met het systeem wat je gebruikt, maar dat heeft gewoon te maken met hoe gaan we om met de nieuwe NVPE? Ja. En hoe ga je daar als individuele accountant mee om? Hoe ga je daar als kantoor mee om? We hebben ook geconstateerd bijvoorbeeld van dat. Een heel groot deel van de accountants had in september, oktober, iedereen had netjes het leerplan klaar op 31 maart. Maar
Het aantal mensen dat nog niks bij voortgang had ingevuld of nog niks geëvalueerd had op 1 oktober, was best groot. Ja. Dat ligt niet aan MyPA, want dat is bij onafhankelijk van, dat is overal zo. Weet je, en daar hebben we allemaal redenen voor, en et cetera, dus die we kunnen aandragen. Dus ik kan me voorstellen, Ron, dat meer gaat komen, maar nogmaals, we kunnen daar altijd naar kijken. Van onze kant uit hebben we in ieder geval het systeem zo gebouwd, dat het in principe open is. Open in de zin van via API's ontsluitbaar. Oké. Hebben jullie toevallig ervaring met numbers? Een koppeling met numbers? Vraag het maar even. Nee. Ja, behalve de koppelingen die Gearsoft heeft met nummers, maar dat is een ander verhaal. Okay. Dus. Duidelijk, Jeroen. Maar we hebben wat koppelingen gelegd bij een wat groter kantoor, dat zo ongeveer op 21 maart besloot dat het met MyPA ging werken. En op 24 maart moest alles werken. En dat lukte. Dus. Dus zeg nooit nooit, zeg je eigenlijk. Nee, het is echt een kwestie. Dat is nu ook in de gesprekken rond van, ik ben met een ander kantoor ook bezig. Wat ook weer, en dan is het echt ook het gesprek over van, laten we heel goed kijken van alles wat je wil. Over wat is de toegevoegde waarde van deze functionaliteit. Rekening houden met name ook onderhoud, et cetera, et cetera. En dan blijven een aantal elementen over. Waar bijvoorbeeld wat ik net noemde van, nou ja, certificaten dat je die niet uit systeem aanmailt. En dat die vanuit de mailbox moet worden geüpload weer in het systeem B. Ja, dat is een proces. Dat is gewoon een handeling die dichte accountants doen. Op hetzelfde moment. Ja, die handeling moet je automatiseren. Dat moeten niet dichte accountants op hetzelfde moment op dezelfde knopjes zitten te drukken. Ja. Dat zou belachelijk zijn. Ja. Ja. En mijn kijk, in principe, als ik het even heel simpel bekijk. Ja, ik kan mijn PE-portfolio kan ik downloaden. Maar ja, als ik het kan downloaden, haal ik het eruit. En als ik het kan downloaden en ik kan het opslaan, dan kan ik het in principe ook downloaden en via een API in een ander systeem schieten. Dat is. Ik kan mij niet voorstellen dat dat ingewikkeld is, maar ik het zou even benoemen. Dat zou heel raar zijn. Bij wat jij zegt, ik wil de informatie op één plek hebben. Dan wil je eigenlijk het portfolio van de individuele accountant in zijn of haar eigen omgeving in haar kunnen raadplegen. Ja. Ja. Dus in feite is dat één bestand wat overgezet moet worden. En wat dan? Dan is de enige vraag, kunnen we dat live synchroniseren? Of moet dat? Dat soort vragen kom je dan eigenlijk meer op dat niveau. Hoe ziet het synchronisatieproces eruit? Is dat à la minuut? Of is dat overnight? Of weet ik niet. Hangt van het systeem af. Bij andere kantoren is er ook gekozen om dan niet zo'n koppeling te maken, maar bijvoorbeeld wel te werken met een single sign-on. He, dan blijft natuurlijk die informatie in MyPA staan, maar maak je het wel heel makkelijk ontsluitbaar voor mensen door rechtstreeks in te kunnen loggen. En dat bleek op dat moment voldoende te zijn. Maar Ron, we gaan graag met jullie in gesprek om te horen wat jullie afwegingen zijn daarbij en te adviseren daarin. We gaan er nog eens over nadenken, Marion. Ja. In ieder geval bedankt. Hè? Ja. Andere vragen nog? Ja, wat mij betreft nog. Hoor ik nu zeggen dat de tool eigenlijk alleen geschikt is voor het gebruik door accountants en nog niet voor fiscalisten en assistenten. Nee. Er moet onderscheid gemaakt worden in de tool en in de content. De tool op zich, hè, qua systematiek, is eigenlijk zo ontworpen dat die ook voor juristen bruikbaar zou kunnen zijn. Er is één kantoor waarvan alle assistenten in de samenstel- en controlepraktijk, dat is een behoorlijk groot kantoor overigens, met die tool werkt. En ik weet in ieder geval van een tweede kantoor, daar ben ik zelf vrij nauw bij betrokken, dat is een middelgroot kantoor, wat volgend jaar ook voor de assistenten in de... wij gaan daar beginnen met de samenstelpraktijk. Die kantoor heeft ook op een kleinere orde tak de tool gaat gebruiken. Maar dan moeten we zelf die content inrichten. Wat ik over fiscalisten heb gezegd is dat we eigenlijk van... We hadden eigenlijk gehoopt al... een content ook voor fiscalisten te ontwikkelen, inclusief compliance kunnen zijn.
Maar we hebben na de zomervakantie was er nog geen... Ik weet ook niet precies wat nu de stand van zaken is. Maar na de zomervakantie was er nog geen duidelijkheid over het nieuwe PE-systeem van de RB. Op systeemniveau. En dan wordt het lastig om om die stappen te gaan zetten. Want als bijvoorbeeld de RB bij een puntensysteem zou blijven, wat ze nu nog hebben, en je gaat dat inrichten in MyPA, dan moet je ergens een puntentellertje mee laten lopen. Maar zijn ook geluiden en rapporten dat de RB misschien meer richting een NBA-systeem gaat, dan hoeft dat niet. Of ze komen ergens tussenuit. En daarom hebben we gezegd, van ja, dat gaan we nu niet meer realiseren voor... Eigenlijk voor 31-12. En we gaan geen content voor fiscalisten erin zetten. Als wij niet ook weten dat we daarmee ook voor de fiscalisten. En zeker voor de accountants, RB'ers. Met mensen met een dubbele titel. Dat we ook het compliance deel kunnen inbouwen. Dus voldoe je ook aan je formele RB-verplichting. Dus dat is wat ik over fiscalist gezegd. Maar in principe, als je functieprofielen hebt, je kunt eigenlijk ieder functieprofiel kun je hierin kwijt. Ik ben zelf bijvoorbeeld, om er één voorbeeld over te noemen, daar ligt mijn grote, hoe moet je dat noemen, daar ligt ook mijn passie, hè, wat ik gezegd heb bij mensen, opleiding tot accountants. Ik ben ook onder meer lid van de examencommissie van de praktijkopleiding, het mondeling slotexamen. En ik ben nu bezig met een kantoor om in feite de hele praktijkopleiding in MyPA te bouwen. Dus in plaats van die niet altijd even geliefde ELO van de MBA, van hey, kunnen we dit hierin nabouwen? Niet omdat we daarmee de ELO kunnen overnemen, maar wel als een soort experiment. En dat lukt qua content, qua inhoud, lukt dat prima. Dat gaat hartstikke mooi. Ik heb die eindterm, et cetera, dat zit er allemaal prima in. Maar je kunt ook voor een HR-medewerker hier, maar ja, dan moet je moet het wel zelf dan inbouwen. Je maakt in feite een nieuw functieprofiel aan. En dat kun je helemaal opbouwen. Maar met de waarschuwing, dan heb ik het ook gezegd dat het onderhouden van eigen content echt wel wat jaarlijks ook tijd kost. Jouw vraag beantwoord, Bert? Ja, zeker, vraag is beantwoord. Ik vind het zelf een hele rare knip om accountants wel in zo'n tool mee te nemen en collega's of fiscalisten, assistenten niet. Dat vind ik heel raar. Dus dat maar, nou ja. Nou ja, nee, maar het gaat de eens. Het gaat om welke standaard content is aangeleverd. Ja. En als jij zegt van, hey, ik zou het leuk vinden om voor assistenten en voor fiscalisten daar toch eens naar te kijken van wat kunnen we daar als kantoor zelf over over gaan inbouwen. Mijn aanbod om daar inhoudelijk samen naar te gaan kijken en daar eens over mee te denken. Meteen bij deze. Dat vind ik ook leuk om te doen. Doe ik bij andere kantoren ook. En dat is niet iets waar meteen allerlei facturen voor de deur uit hoeven, wat mij betreft. Want daar leren we zelf ook van. Daar leer ik ook van. Ja, en ik weet van een ander, dat is wel een kleiner kantoor overigens. Die hebben de tool aangeschaft voor al hun titelhouders. Dus ook voor hun jurist en voor hun belastingadviseur. Die maken er gebruik van, maar daar, de belastingadviseur vult daar gewoon zijn eigen leerdoelen in. Hè? Dus die gebruikt het systeem, en die gebruikt de tool en die werkt volgens het systeem van de NVPE. Maar die tikt zijn eigen leerdoelen in en die bespreekt dat met zijn leidinggevende. Ja, dus dat is maar dat is denk ik niet houdbaar als je heel veel belastingadviseurs hebt. Dan moet je gebruik maken van het aanbod van Jeroen om daar eens met elkaar over verder te praten. Oké, nou, als er verder geen vragen meer zijn, dan sluiten wij dit denk ik af. Ja.